Ja, je was net bij de bespreking over de statushouders. Ja. Maar het enige was je eigenlijk niet echt heel enthousiast. In ieder geval, je legt de nadruk op de zelfredzaamheid van de mensen. Ja, het is natuurlijk een stuk wat hier geschreven is. Dus dat gaat in op wat wij allemaal kunnen doen of wat de gemeente kan doen. En het is toch vooral, denk ik, de sterkte van de mensen zelf, de eigen regie. Wat willen ze, wat kunnen ze? Ik hoop wel dat ze in staat worden gesteld om zelf de touwtjes in handen te houden. Dat ze niet meegenomen worden van de ene cursus naar de andere bijeenkomst. Maar dat ze zelf kunnen bepalen wat zij belangrijk vinden en wat ze graag willen. Want het uitgangspunt is wel hun talenten. En dat wordt één keer genoemd. Maar ik denk dat dat juist de crux is. Daar gaat het om. Ja, maar volgens mij zegt het stuk ook dat ze juist handvat willen geven om goed te kunnen gaan participeren in de maatschappij. Dat is ook zo. Dat is ook zo. En er zijn een heleboel mogelijkheden voor. Dat die mogelijkheden gegeven worden, dat is goed. Maar ik hoop ook dat die mensen de ruimte krijgen om zelf aan te geven wat zij leuk zouden vinden in al die mogelijkheden die er zijn. Nee, maar dat is ook een plan. Of dat is, dat is niet eens een plan, dat is al actueel, zeg maar. Dat statushouders de mogelijkheid wordt geboden om een bedrijf te beginnen. Ja. Wat vind je daarvan? Als dat een optie is en ze gaan daarvoor, dat is een project. Ze willen dat zelf graag, dan prima. Ja. En ik zat me een beetje te verbazen over die. Elke partij wil dat ze Nederlands willen moeten kunnen spreken. Dat is begrijpelijk. Nou, dat is belangrijk. Maar dat is heel vaak gebleken dat het heel moeilijk is. Nou ja, ik vind dat als je zegt van je moet eerst Nederlands leren spreken en dan pas kun je integreren. Of je moet eerst Nederlands kunnen spreken en dan pas kun je werken. Of je moet eerst. Zo werkt het niet. Nee. Als mensen aan het werk gaan, leren ze vanzelf Nederlands. Dus het is wel heel belangrijk en daar moet ook wel aandacht voor zijn. Maar het kan ook gewoon het gevolg zijn van een oude gesprek op school, dat zij beter leren Nederlands spreken of dat ze juist zeggen, nee, het gaat niet goed genoeg, ik wil graag een cursus extra. Maar ik snap wel dat de focus er is, maar eigenlijk moet de persoon zelf aangeven van ik wil het graag of ik wil het gewoon graag op mijn werk leren, want dan gaat het spelende wijze en dan is het niet het hoofddoel, dan gaat het vanzelf. Het is waarschijnlijk alleen bij de hogere opgeleiden die dat aan zullen geven. Zo kun je met Nederlands autochtoon. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja.